Was het een bewuste goal volgens mij wel, hè? De mooiste van de middag. Ja, wel, gewoon lang hoek en hij ging heel mooi in. Ja, maakt dat je blij, ook al is het maar oefenvoetbal? Ja, wel, want ik bedoel, het stond 1-1 en ja, dat dan, als het bijvoorbeeld zo blijft of je wint nipt met 2, dan hou je er toch een beetje een dotgevoel aan over. Ja, want is dat wel het geval, dat als het 1-1 wordt, ook al is maar oefenvoetbal, dat je daar met z'n allen van baalt? Ja, dat is logisch ook, denk ik. Maar het is, ik ben blij dat het uiteindelijk met de 4 goals verschil uitlopen. Zijn dit ook wedstrijden waarin je het als profvoetballer eigenlijk nooit echt goed kunt doen? Ja, kijk, het is altijd moeilijk, want we zijn zelf ook pas 2 weken in training. Dus we moeten elkaar aan elkaar wennen. En je speelt dan nu weer op gras, dus het is ook weer anders. Maar al met al moeten we ook niet te vroeg in paniek of zo raken, want we hebben nog hele voorbereidingen voor de boeg. Heb jij een persoonlijke doelstelling in die voorbereiding en wat is die dan? Nee, kijk, voor mezelf, tuurlijk, je wil gewoon altijd spelen. En daar ga je gewoon alles voor doen. En uiteindelijk is het de keuze aan de trainer of je speelt of niet. Is dat zwaarder geworden omdat je ook een niveau hoger speelt om een basisplaats af te dingen? Of is dat niet zo? Ja, het is, voor mij is het eigenlijk elk jaar zwaar. Want ik bedoel, je speelt wel prof voetbal. Dus, alleen ja, tuurlijk, het is een niveautje hoger. Dus, is natuurlijk wel wat moeilijker. Dat is normaal.